tussen Rijn en Wiericke. Een talkshow over lokale onderwerpen die ook u raken. Uw gastheer Henry Stolwijk. Hallo, u kijkt weer naar een aflevering van Tussen Rijn en Wiericke, het praatprogramma van TV Bodegraven. En dat geldt voor de hele gemeente. Aan tafel vandaag een puur sang vakman, Gerrit Griffioen van trappenfabriek Fiorst van den Hondel in Driebrugge. Lange naam, heb ik het goed gezegd? Ja, nee, klopt. Hartelijk welkom, meneer Griffioen. Hoe omschrijft u uw eigen functie bij het bedrijf? Mijn functie binnen het bedrijf is productieleider. En daarbij doe ik de inkoop. Dus de productieleider houdt in dat u zorgt dat iedereen aan het werk blijft? Ja, ja. Alles wat start binnen het bedrijf, zorg ik dat de houtvoorraden er zijn. En dat op tijd gestart wordt en dat de planningen gehaald worden. Op de planning heb ik zelf ook invloed. Dus dan worden ze altijd gehaald, toch? Nou, dat is niet zo. Je moet wel zelf natuurlijk als productieleider de wil hebben om altijd 115 of 120% te doen. Ja. Het makkelijkste is als productieleider in een productiebedrijf om te zeggen, jongens, er is altijd een reden, een zieke, een kapotte machine. Altijd een reden om het niet te halen, bedoel je? Om het niet te halen, dus ja. Je moet de hardheid hebben om dat te halen. En de zachtheid om de mensen te motiveren. Je moet sociaal naar de mensen zijn. Ja. Dus ik zeg wel eens, ik ben ook een beetje de bedrijfspsycholoog. Kijk. Als ik kijk wat ik in de maand aan ellende aan mijn bureau krijg van grote kerels met veel problemen. Ja, ja. Maar ook dat hoort bij de productie. Maar u ging ook vertellen dat u nog een functie erbij had. Ja, ik ben daarbij ook inkoper. Nou, inkoper is weer heel leuk om te doen. En dat is geld uitgeven. Van een ander. Maak je al de vrienden mee. Ja, ja, ja. Dus, en ik vind dat gewoon een hele leuke afwisseling. Omdat je ontmoet een hele hoop mensen binnen en buitenland. Ja, mensen ontmoeten is gewoon leuk. En, ja, u zegt binnen en buitenland, u heeft het over productie. Waar staat Fiorst van den Hondel voor? Wat is dat eigenlijk voor een bedrijf? Fiorst van den Hondel die maakt al 98 jaar trappen en kozijnen. 98 jaar, dus ja. Je bent op weg naar de 100. Ja, u niet. Maar. Ja, ik hoop het ook, maar ik weet niet of ik zover kom. Ja, zij zijn er eerder. Zij zijn er zeker eerder. Ja. En dat bereiken we door continu te innoveren, na te denken wat je doet, je productie te verbeteren en niet stil achterover leunen en denken, we doen het altijd al zo. Ja. 98 jaar begonnen, 98 jaar geleden, met trappen en kozijnen. Ja. En zijn dat nog steeds de belangrijkste producten of is dat verbreed? In het verleden was dat zeer zeker zo, maar de laatste tijd, doordat er een enorme crisis ontstaan is, wat we allemaal weten, zijn we heel erg nagedenken, wat kunnen we meer? We kunnen alles, we hebben techniek in huis voldoende om alles van hout te maken. Dus we zijn ook gewoon veel meer producten gaan maken dan alleen een trap en een kozijn. Als het maar met hout te maken heeft. Als het maar met hout te maken heeft en met bouw. In de bouw zijn we heel erg op veiligheid ingezet. Want dat is natuurlijk hot. Dat is een belangrijk item. En is belangrijk. Ja. In de kranten lees je toch dat er veel bouwvakkers nog omkomen door valpartijen enzovoort. Ja, veel, maar het gebeurt af en toe. Ja, dat gebeurt nog wel eens. Ja, ja, ja. Het is niet elke dag zo gelukkig. Nee, gelukkig niet. Nee. Maar het is wel, je bent ook verplicht natuurlijk als aannemer om veiligheid te garanderen. Ja. Ja. En daar hebben we een x-aantal systemen voor opgezet. Voor trapgatbeveiliging die we ook verkopen. Dus we verkopen niet alleen met een trap. Maar als we nu een order hebben van trappen. Dan is daar een groot deel gewoon toegevoegde waarde aan veiligheid, aan traphekken, aan aftimmering. Je kunt zeggen, de trap is ook in beweging. Ja. Zoiets is het. Ja. Nou zit, voor zover ik weet, zit Fiorst in de kern Hogebrug. Dat is een van de kernen van deze gemeente. Ja. In het telefoonboek spreekt u over Driebrugge. Ja. Waarom wordt Hogebrug niet als adres gegeven? Kent niemand het? Het is ook niet zo'n hele grote plaats. Ik weet het, is hoog eind tegen Hogebrug. Maar of het nou al precies Hogebrug is. Of dat het bordje staat volgens mij net voorbij Fiorst van Hogebrug. Dus vandaar dat het niet zoveel uit. Hogebrug is wel de kern waar u eigenlijk zit. Ja, daar zitten we tegen. Ja. En dat was Fiorst. Van den Hondel is een andere fabriek. Ja. In 2009 zijn we al vrij snel gaan zoeken naar partners om op de locatie Driebrugge toch te omzetten en het aantal trappen vast te houden. En Van den Hondel was een bevriende concurrent. Dat kan. Dat kan. Ja. Dus je hebt natuurlijk altijd vriendjes en wat minder vriendelijke concurrenten. Ja. En daar zijn we overheen gekomen dat, om te fuseren en op één locatie te gaan produceren. Waardoor je natuurlijk een hele hoop voordelen hebt qua productie, qua kosten enzovoort. Alles is naar Driebrugge, zou ik zeggen. Ja, alles is naar Driebrugge. Want Van den Hondel zat in Waddinxveen, toch? Als ik me goed herinner. Daar werkt niemand meer. Nee, dat is voorbij. Dat is voorbij.
En ik heb ook begrepen dat er ook andere fusies zijn geweest, overnames, zo je wilt, van failliete bedrijven. Ja, we hebben al twee keer een bedrijf over kunnen nemen die failliet gegaan zijn. Dat is, mijn directie is daar denk ik heel daadkrachtig in. Ja. Die heeft de vinger goed aan de pols en op het moment dat de kans zich voordoet, dan slaan ze ook toe. Dat is ook natuurlijk, moet je een durf voor hebben, je moet lef hebben. Ja. En dat bij elkaar. En geld is ook makkelijk. Ja. Ja. Je moet natuurlijk gelijk de curator af kunnen rekenen. Ja. Dus dat heeft mede gezorgd dat we het nog steeds zo zijn als we zijn. En de aantallen trappen redelijk hebben kunnen vasthouden. Waar moet je aan denken in aantallen trappen? Zijn dat cijfers die bekend zijn? Ja. Ja, we weten exact alles. We hebben een dashboard, dus we zien per week wat er gebeurt. En wat wordt er maar per week? Per week zitten we op dit moment zo rond de 280, 300. En zijn trappen? Op, als je het op jaarbasis ziet, dan hebben we vorig jaar bijna 13.000 trappen geproduceerd. En is dat aantal stijgend? Omdat de bouw zo slecht gaat, zou je bijna zeggen van het zal wel minder worden. Vorig jaar hebben we het gelukkig zo kunnen doen dat het meer was dan de jaren daarvoor. Ja. Weliswaar wel met mindere prijzen, dus echt rooskleurig is het allemaal. Er zit geen kerstbonus in dit jaar. Die zit er niet in. Nee. Nee. Maar ja, goed, je hebt allemaal nog werk. Dat is zo bijzonder in deze tijd in de bouw. Nou, dat is zo. Want over hoeveel mensen praten we die hier werken? Bij ons werken ongeveer 110 man. Ja. En dan lenen we nog diverse mensen in. Van buiten voor trappen te stellen of voor te bouwen wat hand spandiensten te doen. Waardoor je ook wat flexibeler bent als je mensen inhuurt en je hebt wat minder werk, kan je natuurlijk wat makkelijker afscheid nemen van iemand. Ja. Dan dat je met vast personeel zit. Zo gaat dat nou helemaal tegenwoordig. Ja. 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 Ja, economisch is dat niet anders. Ja. Ja. Dan zitten we in Driebrugge, Hogebrug. Mm-hmm. Kunt u voldoende vakmensen vinden? Op dit moment wel. Ja. Toch vrij veel aangeboden wordt. Maar dat was net voor de crisis was dat natuurlijk een drama. Ja. Mede ook omdat wij geen verbinding met openbaar vervoer hebben. Nee. Is het lastig voor mensen om bij ons te komen. Vooral wat jongere mensen zonder auto en zo. Dan is dat vervelend. Maar je kunt fietsen hoor. Ja, dat weet ik. Vroeger was dat wat makkelijker tegenwoordig. Ja, dient het gemak de mensen. Ja. Heeft u altijd bij het bedrijf gewerkt zelf? Ik heb nu op dit moment 29 jaar bij het bedrijf gewerkt. Ik ben 5 jaar weg geweest, heb ik elders gewerkt. Gewoon om ook wat anders te doen. Ja. En ik denk dat dat goed is, dat je niet altijd in hetzelfde bedrijf zit. Nee. En bij mijn terugkomst ben ik eigenlijk wat meer met avondstudie enzovoorts verder omhoog geklommen naar de positie die ik nu toch een belangrijke plek in het bedrijf. Ja, ik heb een hele leuke positie, een beetje het spin in het web. Mijn kantoor zit ook tussen de kantoor en de fabriek in. Dus het is twee deuren. Van alle kanten komen de vragen. Ja, je weet ongeveer wat er speelt. U sprak eerder over dat u ook met buitenlanders contact heeft. Is dat omdat u spullen betrekt of omdat u levert aan buitenlanders? Omdat we betrekken. Ja. We doen wel wat naar Duitsland, maar dat is helemaal via de verkoop. Dus daar heb ik zelf niet echt contact over. Maar qua inkoop heb je met Finn, Zweden, daar heb je mee te maken. Dus. Ja, daar komt hout vandaan. Ja, ja. Ja. Het meeste vuren komt uit die hoek. Ja. U zit daar in die kern. Is het ook heel belangrijk? U bent het grootste bedrijf, denk ik, zo'n beetje in de hele omgeving. Hoe belangrijk is dat voor zo'n dorp? Wel belangrijk, in het verleden meer, omdat de mensen natuurlijk meer gingen werken bij de baas die in de buurt woonde. Ja. Tegenwoordig komen de mensen ook uit Leerdam, uit Utrecht enzovoort. Van ver weg dus. Maar ook wel een 50% komt er nog van heel dichtbij. Ja. Dus je hebt een belangrijke functie. En is het een familiebedrijf? In de zin van, het was een familiebedrijf in elk geval. Ja. Hoe is dat vandaag de dag geregeld? Vandaag de dag hebben we 3 directeuren, die wel helemaal eigenaar van het bedrijf zijn. Dus, komen uit het dorp ook? Of? Michel die komt uit Reewijk. Michel wat? Michel van de Hondel. Dan hebben we Jaap Milieu, die komt uit Zeist. En Hans Diekema komt uit Oudewater. Ja, dat is toch een beetje de buurt. Het heeft wel de familiesfeer, omdat het natuurlijk hun mede-eigenaar zijn. Dan hebben we niet met een kille investeerder te maken die zegt van jongens, 2 jaar geen winst. We gaan wat saneren. Ja. Nee, deze heren willen groeien. Maar wat is typisch familiesfeer? Krijg je dan iets bij de koffie, een koekje of zo? Is dat dus de familiesfeer bij ons is denk ik meer omdat het een heel open structuur is. Bij ons, de directeur, de deur staat altijd open en iedereen die je vraagt hebt, loopt gewoon naar binnen. Het is niet zo dat het allemaal zo niet van hoog tot laag zoveel verschillen zit. Nee. We zijn dat gehad heel plat. Ja. En iedereen is ook gewoon met Jantje en Pietje en de directeur is ook gewoon Jaap. En, ja. En dat is op zich wel een hele prettige sfeer om in te werken. U blijft er nog wel een poosje.
Als ik de kans krijg. Ja, ja. Nou, je wilt in ieder geval die 100 halen. Zo. Ja, ja, dus dat gaat gebeuren. Dus dat moeten we ook bereiken. Dat kunnen we natuurlijk bereiken door nog meer dingen te ontwikkelen. Nou ja, het zijn spannende tijden in de bouw. Ja. Je ziet veel omvallen. Het is ook knap dat zo'n bedrijf nog blijkbaar groei weet te realiseren. Ja, we zijn nu bezig om het hele segment renovatie aan te pakken. Wat houdt dat in? Renovatie kozijnen, dus geïsoleerde kozijnen. Dat is het passief wonen wordt wat meer geïntroduceerd. Dus dat je bijna nul energie in je woning hebt. Hè. Dat is natuurlijk van deze tijd. Dat past allemaal in deze tijd, ja. En wat we ook doen is je oude trap opknappen. We hebben een heel mooi systeem vooruitgevonden. Een beetje het upstairs, maar dan vind ik dat we... Dat klinkt eigenwijs, maar eigenlijk nog mooier doen. Dat mag. Ja. En we zien daar toch wel heel veel toekomst in. Dat we gewoon de mensen die de trap al tientallen keer geverfd, opgeknapt hebben en weer bekleed hebben, maar die er uiteindelijk niet meer uitziet. Ja. Om die een heel mooi jasje te voorzien van eiken of beuken of welke houtsoort. Waardoor je eigenlijk de trap weer als nieuw maakt. En dat is ook een groeimarkt? Nou, we zijn er nu sinds een half jaar bezig. We hebben op de beurs gestaan. We hebben de eerste 16 orders gedaan en... wij hopen dat we daar ook weer groei in kunnen teweeg brengen. Ja, ja. Ik wens je veel succes. Ja. We zijn weer aan het einde van het programma. Zo gaat het. Okay. Leuk verhaal. Bedankt voor uw medewerking. Oké, dank u wel. Fijn dat u heeft gekeken. En wij zijn volgende week terug met een nieuwe aflevering van Tussen Rijn en Wierik. Wie zijn er de volgende keer te gast in Tussen Rijn en Wierik? Neemt u de uitnodiging aan en zit u binnenkort bij ons aan tafel? U ziet het allemaal in een volgende aflevering van Tussen Rijn en Wierik bij TV Bodegraven.